hiernaast Art van der Stuur. Hi Art. Hallo Emily. Eigenlijk een grote vraag en dat is, we zijn nu als Nederland vooral bezig met grenzen zetten. Maar moeten we eigenlijk niet meer bezig zijn met hoe we vluchtelingen kunnen helpen, zodat ze veilig kunnen zijn? Want als wij die grenzen hebben, is dat niet goed toch, voor vluchtelingen? Nou, wat we hebben gezien is dat er heel veel mensen zijn die vluchten voor oorlog, overal in de wereld. En we hebben al gezegd als Nederlandse regering dat we er alles aan willen doen om die mensen veilig, zorgen dat ze veilig zijn. Voor een deel doen we dat door ze in Nederland op te vangen. Voor een deel doen we het ook door te kijken of we ze dicht bij hun huis kunnen opvangen waar ze veilig zijn. Zodat ze daarna ook zo snel mogelijk terug kunnen. Nederland heeft net toegestaan dat we 750 kinderen opvangen. Maar vindt u dat niet een beetje weinig? Of vindt u dat niet dat het er meer moet worden? Nou, we moeten natuurlijk heel voorzichtig in zijn. Want op het moment dat wij... Er zijn natuurlijk veel meer landen in de wereld die ook hun steentje moeten bijdragen. En ik vind eigenlijk dat alle landen hun eigen deel moeten doen. Zodat iedereen samen het probleem zoveel mogelijk oplost. En ik denk ook dat het voor heel veel kinderen ook van belang is. Dat als hun land weer eigen land weer veilig is, dat ze dan ook weer terug kunnen naar hun eigen land. Omdat ze zich daar waarschijnlijk toch het prettigst voelen. Ja, want vindt u dat wij als land en andere landen genoeg doen om die kinderen te helpen? En volgens mij doen wij heel erg veel. En zelfs soms zoveel dat de mensen in Nederland zeggen, we doen eigenlijk veel te veel. Kunnen andere landen niet ook wat meer doen? Nou ja, dat is altijd een beetje een spanningsveld en een discussie en een gesprek wat we met mensen moeten voeren. En wat sommige mensen ook vinden, dat soms is het wel heel erg veel. Ja, en wat vindt u zeg maar het belangrijkste waar wij met kinderen helpen die bijvoorbeeld iets naars hebben meegemaakt of niet gezond kunnen opgroeien? Nou, ik denk dat het natuurlijk heel belangrijk is dat kinderen zo min mogelijk nare dingen meemaken en overal zo gezond mogelijk kunnen opgroeien. En soms is het dan ook nodig om hun eigen regeringen te helpen om beter voor hun eigen kinderen te zorgen. Nou, daar spannen we ons dan voor in. Oké. En wat denkt u dat we dan als eerst moeten gaan doen? Moeten we eerst de regeringen van de landen waar het niet goed gaat gaan helpen? Of moeten we iedereen uit die landen gaan opvangen? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat er ook heel veel regeringen zijn die natuurlijk niet goed voor hun eigen mensen zorgen. En dan is de vraag of het zo handig is om die mensen dan zelf, of wij die dan moeten gaan helpen. Of dat we gewoon tegen ze moeten zeggen, jongens, let nou eens even op. Jullie moeten goed voor je eigen mensen zorgen. En zorg nou eens ervoor dat de politie zijn werk doet. Dat de mensen die erover gaan, dat die zich niet laten omkopen voor geld. Dat je dus een land creëert waarbij iedereen precies weet waar hij aan toe is. Nou, dat is de boodschap die wij vanuit Nederland altijd overbrengen in het buitenland. Maar dat doen we gelukkig niet alleen. Dat doen we samen met heel veel andere landen in de wereld. Want ik denk, zeg maar, dat we een kind een visengel moeten geven en ze zelf de vis leren moeten vangen. Bent u daar voor of tegen? Ja, ik vind dat heel verstandig dat je zegt dat je dus niet geld geeft en zegt, nou, geef het hier maar uit. Maar dat je inderdaad zegt, wij kunnen je helpen om iets te leren. Of we kunnen je helpen, of je overheid helpen, om jou iets te zorgen dat je goed onderwijs krijgt. Zodat je dan zelf je eigen land weer op de poot kunt helpen. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Oké, mooi. Ja, dat denken wij ook. Mooi. Ik denk dat het wel leuk is om een vraag uit de vis komt te halen. Oh, kijk, even een ding, vraag uit de vis komt. Hier is de vraag uit de vis komt. Oh jee. Heeft u wel eens een dagje vrij? Ja, ik heb wel eens een dagje vrij, maar niet vaak. Oké, dank u wel. Ja, oké, dag. Dankjewel.